Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Lonneke. Lonneke wil graag afvallen. Ze wil gewicht verliezen. Maar dan wel specifiek vetmassa verliezen. En daarvoor is de verbranding van vetzuren afkomstig uit je vetreserve is nodig. En wat heeft Lonneke nu begrepen, gelezen, gehoord en dergelijke? Dat de consumptie van groene thee de verbranding van vet, de verbranding van vetzuren in je lijf, kan verhogen. En de vraag van Lonneke is nu dan ook, klopt dit? Want als dit klopt, ja, ik vind het niet echt een lekkere thee of zo, maar dan ga ik groene thee drinken. Want ik wil dus graag afvallen, ik wil graag vetten verbranden. En als het drinken van groene thee daaraan bijdraagt, nou, ook al vind ik het niet echt een smakelijke thee, dan ga ik dat wel doen hoor. Nou, Lonneke. De verbranding van vet, de verbranding van vetzuren en dus de verbranding van brandstof zal alleen maar volop plaatsvinden in je lijf wanneer er volop activiteit plaatsvindt in je lijf. Dus op het moment dat er weinig activiteit plaatsvindt in je lijf en ja, weinig brandstoffen verbruikt hoeven worden, ja, dan is er voor je lichaam ook niet zo heel veel reden om reservebrandstof, vetten, te gaan verbranden in het lijf. Dus een hoge verbranding van vetzuren afkomstig uit jouw brandstofreserves, je vetreserve, in je lijf is afhankelijk van de activiteit in je lijf. Die moet hoog zijn. Nou, en hoe zit het? De activiteit in je lijf wordt bepaald, gereguleerd, gestuurd met behulp van signaalstoffen, neurotransmitters, welke de activiteit in jouw lijf bepalen. Je hebt namelijk signaalstoffen, neurotransmitters, welke een activerende, stimulerende werking hebben op de processen in je lijf, op jouw lijf, op je weefsels, je organen. En je hebt ook signaalstoffen, neurotransmitters, welke een kalmerende, rustgevende invloedwerking hebben op jouw lijf. De verschillende delen in jouw lijf, je weefsels en organen. Dus op het moment dat jij graag veel activiteit in je lijf wil, omdat jij een hoog brandstofverbruik wil, zodat je lichaam toe kan komen aan de verbranding van reservebrandstof en de verbranding van vet, dan wil je dus dat er volop signaalstoffen, neurotransmitters, afgegeven worden in je lijf met die activerende, stimulerende werking. Nou. En waar staat groene thee bekend om? Groene thee staat er bekend om dat het de afgifte van dit soort neurotransmitters stimuleert. Dus hoera! In dat opzicht redeneren we. De consumptie van groene thee verhoogt de verbranding van vet in jouw lijf. En dan nog iets. Wanneer zal namelijk de activiteit in jouw lijf dalen? Ja, alle processen in jouw lijf. Dat zijn enzymatische processen. En enzymen kunnen enkel werken bij een optimale zuurtegraad. Maar in jouw lijf worden voortdurend afvalstoffen gevormd. En wanneer die niet goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden, zullen die afvalstoffen in jouw weefsels de zuurtegraad verhogen, de enzymwerking doen verslechteren en dus ook de activiteit in jouw lijf beperken. Dat betekent dat de verbranding van vet in jouw lijf, de kans daarop niet al te hoog is wanneer afvalstoffen opstapelen in je weefsels en dus niet goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden. Wat bezit een groene thee nog meer? Vele antioxidanten. Antioxidanten zijn bioactieve stoffen welke bijdragen aan de neutralisatie van afvalstoffen. Dus vandaar ook de redenatie, doordat groene thee stoffen bezit die een verhoogde afgifte van activerende, stimulerende neurotransmitters veroorzaken in je lijf, stimuleren in jouw lijf. En omdat het vele antioxidanten biedt, dus afvalstof neutraliserende moleculen, nou,
Kijk toch eens, dan is de consumptie van groene thee draagt bij aan een hoge verbranding van vet in je lijf. Omdat naar aanleiding van de consumptie van groene thee en de stoffen daarin aanwezig, vele processen gestimuleerd worden in je lijf en mogelijk worden gemaakt in jouw lijf en beter zullen verlopen in je lijf, welke bijdragen aan een hoge verbranding van vet. Maar garandeert de consumptie van groene thee dan ook de verbranding van vet? Nee. Laten we het eens hebben over de verbranding van vetzuren. De verbranding van vetzuren moet plaatsvinden in de cellen van je lijf, de mitochondriën van je lijf. En de verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je lijf, dat heet beta-oxidatie. Wat is daarvoor nodig? Om dat proces beta-oxidatie, de verbranding van vetzuren in de cellen van je lijf, plaats te laten vinden. Nou, de vetzuren afkomstig uit jouw vetreserve. Het liefst die vetzuren wel, want ja, als je de vetzuren afkomstig uit je voeding gaat verbranden, ja, dan gaat jouw vetmassa nog niet dalen, hè? Dus de verbranding van vetzuren in de cellen van je lijf vereist eerst het transport van vrije vetzuren die afkomstig zijn uit je vetreserve door je lijf. Want ja, die moeten wel getransporteerd worden door je lijf eerst, door je bloedbaan, om in je cellen aan te kunnen komen. Maar ja, vetten, dat zijn hydrofobe, dus watervrezende voedingsstoffen. En die moeten getransporteerd worden met behulp van plasma-eiwitten. Wat is nog meer nodig om beta-oxidatie plaats te laten vinden, behalve het transport van vrije vetzuren afkomstig uit je vetweefsel met behulp van plasma-eiwitten? Dat is zuurstof. Moet ook in jouw cellen opgenomen worden, want beta-oxidatie kan alleen maar plaatsvinden wanneer ook zuurstof in je cellen wordt opgenomen. En er zijn vele coenzymen nodig om de verbranding van vetzuren tot energie plaats te laten vinden. En dat zijn onder andere vele B-vitamines. Dat betekent dat wanneer jouw lichaam niet goed in staat is vetzuren door je bloedbaan te transporteren, zuurstof door je bloedbaan te transporteren, B-vitamines door je bloedbaan te transporteren en te verdelen over jouw weefsels en cellen en daar op te laten nemen, dat het proces beta-oxidatie, de verbranding van vetzuren in je cellen, alsnog niet plaats kan vinden. Nou, en wanneer kan jouw lichaam die verdeling van vetzuren met behulp van plasma-eiwitten, de verdeling van zuurstof met behulp van hemoglobine, een bloedeiwit, en de verdeling van vocht en voedingsstoffen zoals vitamines, wanneer kan je lichaam dat niet goed reguleren met behulp van hormonen? Dat is wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert. En dat verkeert het wanneer het tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen. En essentiële voedingsstoffen zijn alle vitamines, alle mineralen. 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Groene thee bezit vitamines en mineralen, maar niet alle 9 essentiële aminozuren. Ook niet de 2 essentiële vetzuren. De consumptie van groene thee kan dus niet een goede voedingstoestand in jouw lijf garanderen. Kan dus ook niet een goede vocht- en voedingsstoffenverdeling en een goede verdeling van die vrije vetzuren met behulp van die plasma-eiwitten, de verdeling van zuurstof met behulp van hemoglobine, kan het niet garanderen. Want daar is een lijf die in een goede voedingstoestand verkeert en dat verkeert het pas met vocht en alle essentiële voedingsstoffen erin aanwezig. En die kan de consumptie van groene thee niet garanderen. Dus, ja, de consumptie van groene thee bezit wel stoffen, of maakt wel dat je lichaam stoffen bezit die de afgifte van activerende neurotransmitters doen verhogen en welke de neutralisatie van afvalstoffen doen verhogen. Maar als jouw lichaam alsnog tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ervaart, dan kan jouw lichaam alsnog niet de benodigdheden
om de verbranding van vetzuren, genaamd beta-oxidatie, in je cellen plaats te laten vinden. De verdeling van vrije vetzuren met behulp van plasma-eiwitten, de verdeling van zuurstof met behulp van hemoglobine en de verdeling van al die B-vitamines die ook nodig zijn, kan jouw lichaam niet garanderen. Dat kan de consumptie van groene thee niet garanderen. Dus als antwoord op je vraag, maakt de consumptie van groene thee dat er meer vetten verbrand gaan worden in mijn lijf? Nee, niet wanneer beta-oxidatie, de verbranding van vetzuren in jouw lijf, niet mogelijk is wegens een slechte voedingstoestand in je lijf. En dat kan enkel de consumptie van groene thee niet garanderen. Als jij met je totale voeding eetpatroon wel een goede voedingstoestand in je lijf hebt en al die benodigdheden aanwezig zijn in je lijf en goed verdeeld kunnen worden, dus die vrije vetzuren met behulp van plasma-eiwitten, het zuurstof, met behulp van hemoglobine en al die B-vitamines, wanneer je al die benodigdheden in jouw lijf hebt dankzij die goede voedingstoestand, dankzij alle essentiële stoffen en vocht aanwezig in je eetpatroon, en dat allemaal mooi verdeeld kan worden in je lijf, dan kan er wel een hoge verbranding van vet plaatsvinden in je lijf. En dan kan de consumptie van groene thee nog even extra die activerende neurotransmitters helpen afgeven in je lijf. En extra bijdragen aan de neutralisatie van afvalstoffen, wat dus allemaal gunstig is ten opzichte van een hoge verbranding in jouw lijf, een hoge verbranding van vet in je lijf. Maar enkel die consumptie van groene thee die processen doet stimuleren, maar je totale eetpatroon die niet goed bijdraagt aan een goede vocht- en voedingsstoffenverdeling, dus ook niet een goede vetzuurverdeling en een goede zuurstofverdeling of de aanwezigheid van alle B-vitamines, ja, nee, dat kan niet een hoge verbranding van vet in jouw lijf garanderen. Daarvoor moet je dus naar je totale voeding kijken. En de consumptie van groene thee, wanneer je niet naar je totale voeding kijkt en je totale voeding niet een goede voedingstoestand kan garanderen en niet optimale aanvoer van vocht en alle essentiële voedingsstoffen kan garanderen, enkel de consumptie van groene thee met een paar gunstige stoffen daarin aanwezig, kan niet de gehele stofwisseling in jouw lijf doen verbeteren.